Hallo, leuk dat je kijkt. Dit is een video over matmotieven. En verschillende matmotieven komen hier aan bod. En die hebben een speciale naam. En de eerste matmotief is wat we gaan bekijken is een matmotief met de twee torens. Wit is hier aan zet. En kan schaakmat geven met de torens. Het is eigenlijk een hele diepe variant, de maximaal 6 zetten diep. Dus als je dit uit je hoofd nu kan zien, is dat al heel knap. En we gaan het even langzaam gezamenlijk doornemen. Nou, we beginnen met een schaakje, dat is logisch. Koning moet weg. Ik ga naar G7. En de andere toren halen we erbij. Koning gaat naar F6. Kijk, als de koning naar H6 gaat, dan is het makkelijk voor ons. Dan is het de schaakmat een 1. Dit is een mat. Dus hij moet naar F6. Dan volgt toren F8. En zwart heeft 1 zet, dat is koning E5. En dan volgt toren E8. En wederom heeft zwart eigenlijk maar 1 zet. Dan heeft wel 2 zetten, maar hij kan wel weer teruggaan. Maar dan is het schaakmat een 1 zet. Dus toren E6 is mat. Dus hij moet naar F4. Koning gaat naar F4. En nu zijn we al, hebben we bijna de zwarte koning schaakmat gezet. Eerst volgt er nog toren D4. Koning gaat naar G3. En nu is het schaakmat in 1 zet. Toren E3, schaakmat. Dus twee torens, zeer gevaarlijk. Die kunnen de zwarte koning spoedig in schaakmat brengen. Oké, kijken of we een volgende hebben. En hier is weer wit aan zet. Je ziet dat de zwarte koning al bijna geen bescherming meer heeft. En nu zien we een typische aanvalsmanoeuvre van wit. Want met alleen de dame wordt het moeilijk mat geven. Dus we hebben meer stukken in de aanval nodig om de zwarte koning mat te zetten. En dat kan door middel van een zogenaamde rooklift, zoals ze dat in Engels noemen. Ik heb hier gekozen voor toren E5. Ik kan ook iets anders, een andere torenzet kiezen, waar toren E5 heb ik voor gekozen. En eigenlijk heeft zwart hier dan geen goede verdediging meer. Je ziet de pijl al naar G5 gaan en dat is een hele vervelende dreiging. Nou, bijvoorbeeld kan, stel toren F8, ja, dan komt het helemaal zoals we dat graag willen zien. Nou, eerst bijvoorbeeld dame G6, schaak en toren H5, mat. Dus toren F8 is helemaal niks. Nou, dame C7, om de verdediging over de 7e rij te organiseren. Dan krijgen we dus toren G5 schaak. Koning moet opzij. H7. En dan volgt er weer mat. En op twee verschillende manieren. Je kan kiezen voor dame G6 schaak. En dan toren H5. Nou, ik kan alleen nog maar de dame ertussen, maar dat is alleen maar 1 zet uitstel. Er zit ook nog een ander mat beeld in. In deze telling kozen we net voor dame G6. Maar je kan ook een ander mat beeld kiezen. Dat bijvoorbeeld door toren H5. Schaak en schaakmat met toren H8. En als we even teruggaan naar onze uitgangsstelling met de rooklift, toren E5. Dus dame C7 gaat mis, toren F8 gaat mis en eigenlijk gaat toren D7, de laatste verdediging, die gaat eigenlijk op dezelfde wijze mis als we het net bekeken hebben met de dame. Toren G5, schaak, koning H7 en exact dezelfde matbeelden, toren G6, toren H5 en mat. Of in deze stelling, toren H5. En toren H8 is wederom mat. Dus dit was het mat met dame en toren. Oké.
En nu hebben we echt een mooie naam voor de mat motief. En dat is het mat van Anastasia. En dat begint met in de zwarte sieranzet met de zet paard E2. En het mat van Anastasia is eigenlijk een combinatie van de drie stukken die ik hier groen heb gemaakt. Ik heb dus weliswaar net dat paard gespeeld. Dus paard, toren en de dame. En de dame wordt vaak geofferd. En dat gaan we zien op de volgende zet. We zien eerst schaak, dus de koning moet opzij. Ja, er is nog geen mat te zien misschien, 1, 2, 3. Maar ja, ik had het al een beetje verklapt. De dame wordt nu geofferd. De dame gaat naar H2. Ja, die moet je pakken. Het is allemaal geforceerd, zoals je ziet. En nu hebben we het mat van Anastasia. Je ziet dat het paard pakt de vluchtvelden af voor de koning. En dan hoef je alleen nog maar een schaakje te geven met de toren. En dit is schaakmat. Dit is het mat van Anastasia. Prachtig matje trouwens. En dat kan ook op verschillende manieren. Ook in deze stelling zit een mat van Anastasia verborgen. Nou, we beginnen weer met een zwarte sanzet trouwens. En we beginnen weer met paard E2. Weer een schaakje. Koning gaat opzij. Koning H1. En nu komt een spectaculaire zet. En dat is de zet dame G4. Een dameoffer. Weer een dameoffer. Dit keer niet op H2, maar op G4. Nou, waarom doet zwart dit eigenlijk? Dit kan gewoon terugpakken. Maar dan volgt een geforceerd schaakmat. Het matbeeld wat we net al zagen. Een mat van Anastasia. Maar hoe gaat hij dat doen? We spelen eerst toren H5. Schaak. De wit moet pakken. En dan is toren H4 schaakmat. Mat van Anastasia. En we gaan weer verder met het volgende matbeeld. Dat is het Arabisch mat. En dat is een mat met een paard en een toren. Nou, dat is nog niet zo eenvoudig te zien. Hier is zwart aan zet. Een lastige stelling. Ook wel een interessante stelling. Ja, voor de hand ligt misschien, als je dit matbeeld nog nooit gezien hebt, dan zou ik hier waarschijnlijk gewoon voor de kwaliteit gaan. Paard maal G1. Maar dat is in dit geval niet het gewenste antwoord. Wit zou bijvoorbeeld paard maal D2 kunnen spelen. En ja, dan wordt het een mat lastig voor zwart. Sterker nog, na paard maal G1 heeft wit de hele sterke toren A8 schaak. En dan gaat het helemaal mis voor zwart zelfs. Koning gaat naar H7. Paard G5 schaak. Koning H6. Paard F7. En ja, het lijkt al een beetje op een mat van Anastasia. Als je H7 is toren H8 mat. Heeft wel iets van weg, hè, van dat mat van Anastasia. Of koning H5, maar dat is ook toren H8 mat. Dus nou, paard maal G1, wat we net gespeeld hebben, ja, dat is dus niet de juiste oplossing. Zwart moet het hier hebben van een prachtige zet. Hij speelt hier toren maal F3. En als wit terugpakt, ja, dat zal hij wel moeten doen waarschijnlijk, dan hebben we eerst een aftrek schaak. Paard D4, schaak. Koning gaat bijvoorbeeld naar H1. Andere zet komt nog hetzelfde neer. Koning H1. En dan volgt paard maal F3. En je ziet dat dit mat is eigenlijk niet meer te voorkomen. Wit kan nog toren G2 proberen. Maar toren D1... Toren G1 en toren maal G1 is mat met paard en toren. Het Arabisch mat. Prachtig, prachtig.
Ja, ik heb nog een toegift voor het Arabisch mat. Zwart is hier aan zit en er zit een Arabisch mat motief in verwerkt. Zwart is hier aan zit, moet hier een hele mooie zit gaan vinden. En dat is de zet Dame H4, prachtige zet. De toren mag natuurlijk niet de dame pakken vanwege het Arabisch mat. Toren G1 is een mat. Nou, het is nog niet voorbij, want als wit bijvoorbeeld toren G2 speelt, moet zwart wederom een goede zet vinden. En zwart heeft hier ook een hele mooie zet. En weer zit dat Arabisch mat in de stelling. Dame maal G2. Dame maal H2, excuus. Schaak, je moet hem pakken. Tormaal en tor G1 is weer mat, het Arabisch mat. En dan gaan we weer verder. En nu kijken we naar de dame loper batterij. Nou, dit is een vrij eenvoudig voorbeeld. Want we kunnen gewoon die dame loper batterij in werking stellen door E4 te spelen. En dan komt die diagonaal helemaal open. Nou, het valt meteen de paard aan op F3. Als het paard weggaat, dan volgt het een mat. En als hij niet weggaat, dan is hij een paard kwijt. Nou, hier zien we weer een dame loper batterij. Nu is de combinatie iets lastiger te vinden. En je zou kunnen proberen om een zet als paard G5 te spelen. Maar dat is toch niet zo effectief wegens G3. En dan zit die diagonaal van de dame en de loper helemaal dicht. En het is nog niet zo snel te zien hoe zwart hier verder komt. Dus dat is waarschijnlijk niet de beste zet. En zwart gaat hier. Kan hier beter paard maal D4 spelen. Dat is een hele sterke zet. Ja, natuurlijk kan het paard van F3. Dat paard niet slaan, want dan krijgen we dat schaakmat op H2 natuurlijk. Dus is de vraag, ja, gaat hij lopermaal doen of pionmaal doen? Nou, dan kunnen we kijken wat er gebeurt na pionmaal. Dat levert stuk winst in twee zetten op. Misschien kan je even kijken hoe dat in elkaar zit. En dat is door de zet paardmaal C3 wint een stuk, want Tormaal C3. Tormaal E2 is stukwinst. Weer terug. Dus we slaan hier niet met de pion, maar met de loper. Maar dan heeft ook zwart hier weer een mooie zet tot zijn beschikking. En dus een beetje uitschakelen verdedigen. Voorbereiding tot uitschakelen verdedigen eigenlijk. Paard D2, prachtige zet. Ook een soort van dubbele aanval. Er zitten allerlei motieven zitten er eigenlijk in. Valt de dame op B3 aan. En dat paard F3, wat weer het matveld verdedigt. Ja, het paard mag natuurlijk niet geslagen worden vanwege dat mat weer op H2. Dus je moet wel iets van dame spelen. Dame naar D1 of zo. Maar dan volgt geforceerd mat, want paard F3 is schaak. En als je die terugpakt, hebben we weer schaakmat. Ja, en dit is een voorbeeld van mat over de H-lijn. Wit aan zet en wit speelt hier dame H2. En zwart wordt of op H7 of H8 mat gezet. En dit voorbeeld wordt ook nog eens een beetje makkelijk gemaakt doordat de loper de toren pent op F7. Dus dan is het helemaal hopeloos voor zwart in dit geval.
wel een bekend matmotief. Als de haarlijn open gaat op de Zwarte Koning, nou, dat is echt vragen om moeilijkheden. Nou, in dit geval gaat niet de H-lijn open, maar de G-lijn wordt die opengemaakt. En dit voorbeeld wordt lopenmaal G7 gespeeld. Maar als je torenmaal G7 had gezien, dan is dat ook heel goed. Komt op hetzelfde neer. Torenmaal G7, torenmaal G7, koningmaal G7. En nu wordt er een stuk bijgehaald. Toren G1, schaak. Koning moet opzij. En op de volgende zet kan zwart opgeven. Maar wat is die volgende zet? Die volgende zet is niet dame H6. Nee, nee, nee. Dreigt weliswaar mat op G7. Maar daar kan zwart keurig verdedigen. Toren F7 verdedigt alles. En zwart heeft net op tijd zijn verdediging bij elkaar geharkt, als het ware. Dus dit is niet de juiste voortzetting voor wit. De beste voortzetting is dame G4. En nu dreigt de mat op G7. En als zwart nu weer toren F7 doet, dan is toren G8 mat. Nu is het wel echt. Ja, nu kun je niks meer aan het mat doen. Beetje door de ongelukkige positie van de loper op B6. En tot slot, het laatste matbeeld wat we gaan bekijken is een mat van Boden. Zwart is hier aan zet, kan nog niet meteen het matbeeld uitvoeren, maar hij moet eerst D5 spelen. En je ziet, de stukken heb ik al een beetje groen gemaakt waar het om draait. Als wit bijvoorbeeld dat pionnetje pakt, lopen D5, nu kunnen we het matbeeld van Boden laten zien met die drie stukken die je net in beeld zag. En beginnend met, ja, het is gewoon een mat en 2, het is echt heel goed verstopt. Als je het nog nooit gezien hebt, dan ja, schrik je een beetje rot misschien, maar het is weer een dame offer. Dame C3, B-bal C3 en lopen A3 is schaak mat, een mat van Boden. Ja, met twee lopers, hè. Die lopen op F5 en A3, die doen heel goed werk. Mooi matbeeld. En nog een laatste voorbeeld bij het mat van Boden. Wit is hier aan zet. En die kan een hele spectaculaire zet doen vanwege dat Boden een mat motief. En wit speelt hier dame A6. Ja, dat kan nu gewoon. Want zwart kan niet terugpakken, want lopenmaal A6 is gewoon mat. Nou, speelde zwart in deze stelling dame C5, want ja, die verdedigt dan wel even de pion nog even op A7. En wit komt weer met een hele sterke zet. Paard A4. En als zwart nu weggaat met de dame, bijvoorbeeld naar F2, daar staat hij nog veilig, dan hebben we een mat van Boden. Door dame maal C6 te spelen, B maal C6 en lopen A6 is weer mat. Zwart speelde in de partij nog iets een hele slimme zet. Eigenlijk, ja, ik zou dat misschien niet zelf verzonnen hebben, maar toch wel een slimme zet. Dame E3 speelde de zwart. Kun je gewoon pakken. Lopenmaal E3. Maar dan zit dat matmotief niet meer in de stelling. En kan je gewoon de dame pakken. Maar ja, nu blijkt dat ja, die zwarte stelling is helemaal wankel nu. En wit had niet veel moeite om de stelling te winnen. Ik zal even de zetten laten zien. Komt een schaakje. Koning gaat opzij.
stukken bij gehad, paard E5. Een leuk schijnoffer, paard maar F7. Lopen pakt hem. Lopen F4 schaak. Ja, moet hij een stuk weer teruggeven. Lopen maar E5. Toren D6. En wit heeft een overweldigende stelling. Goed, dit waren mijn matmotieven voor deze keer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.